De reis begint bij station Capelle Schenkel. Na het uitstappen op station Hoek van Holland Strand sta je na een paar minuten lopen op het zeeplein, dat geflankeerd wordt door horeca en souvenirwinkeltjes. Het is vandaag rustig weer en vrijwel windstil. Doordat het nog vroeg in het jaar is, zijn er maar betrekkelijk weinig mensen op het strand. De Noordzee is met een gemiddelde diepte van 95 meter een ondiepe zee. Ten zuiden van de Doggersbank is de diepte zelfs minder dan 50 meter. Toch is de Noordzee samen met het kanaal de drukst bevaren scheepvaartregio ter wereld.
Langs het Noorderhoofd zijn recentelijk 37 bungalows gebouwd, met een onbelemmerd uitzicht op zee. De Noorderpier is totaal 4,5 kilometer lang. Wandelaars kunnen lopen tot circa 2 kilometer. De rest van de pier is een ontoegankelijke blokkendam. Het betreden van de pier is op eigen risico. Hekgolven van passerende schepen kunnen gevaarlijk zijn voor wandelaars en vissers. Dagelijks varen ongeveer 80 schepen de haven in of uit. Per jaar varen er dus zo'n 30.000 schepen tussen deze pieren door. Rechts van de pier zijn grote rotsblokken gestort. Deze dienen als versteviging en als golfbreker, zodat het scheepvaartverkeer bij onstuimig weer minder hinder ondervindt. Er zijn ook passanten die hier hun mini-helikoptertje de lucht in willen sturen.
In de verte, met Sint-Marst, is het gebouw van de verkeerscentrale Hoek van Holland te zien. In deze enorme bunker is het Atlantikwalmuseum gevestigd. Ervoor staat een Duits luchtafweerkanon opgesteld. De Koningin Emma Boulevard, waar we nu op lopen, ligt evenwijdig aan de Nieuwe Waterweg. Op warme dagen is het hier aanzienlijk drukker. Op de hoek van de havenweg met de stationsweg staat het standbeeld De Redder, gewijd aan de gevallen helden der zee, omgekomen bij reddingsacties. Deze dames laten hun honden en paard uit langs de berghaven. De berghaven is de uitvalsbasis voor de schepen van het loodswezen en de reddingsboten van de KNRM. Aan de kade liggen enkele loodsboten afgemeerd. Terug bij de metro. Niet bij het strand, maar bij station Hoek van Holland Haven.
Deze metro zal ons terugbrengen naar Capelle aan de IJssel. Een reis van maar liefst 42 kilometer. Terug bij het beginpunt van de reis, station Schenkel. Vanaf hier rijden de metro's verder naar de eindpunten Binnenhof en Nesselanden.